We gaan vandaag een videoclip opnemen voor D-Lane. We brengen een Blu-ray uit en een live CD met een aantal nieuwe nummers. Eén van die nummers, daar maken we de videoclip voor. So my name is Adam, I'm the director at Video Inc. We're based in the UK and today we're filming in Amsterdam. So the story focuses very much on humanity and how we believe we are the masters of our own destiny. And a lot of the time without actually seeing the real beauty in life. And in the end, we believe that we are in control of our own fate when really we're not. The world will still turn tomorrow. Dit is nu ook zo'n tijd geweest waarin fans zeggen van goh, het is rustig bij D-Lane, maar dat betekent dan over het algemeen dat er achter de schermen juist heel hard gewerkt wordt. En vandaag is dan zo'n dag waarop er heel veel samenkomt ineens. Dus het is heel erg de hele dag van kijken wat er op het internet gebeurt en of mensen er een beetje leuk op reageren. Het is de eerste keer dat we met een greenscreen werken, dus dat is wel heel vaag. Voorgaande keren hebben we meer in loodsen en in kamers gewerkt met band ook helemaal live, zeg maar, op hoog volume. En nu was het met greenscreen met een klein speakertje. Dus je moet dan heel stoer lopen doen, terwijl je zo heel zachtjes de track hoort, weet je wel. Het is gaaf dat dit bij je werk hoort, zeg maar. Dat vind ik heel cool. En gezellig dagje met elkaar en er een mooi product van maken. Dus ik geniet er eigenlijk alleen maar van.